schattig, hè? Ze zochten pasgeboren kindjes. En ja, Sen is 12 weken oud. Dus we dachten, het is wel heel erg leuk. Maar het was dus even aanpoten om de bezetting rond te krijgen. Op het laatste moment hebben we nog een aantal baby's en ouders gekregen natuurlijk. Maar we hebben er dit jaar iets meer moeite voor moeten doen om die te werven, zeg maar. Ik wist niet precies wat ik kon verwachten. Dus ik heb mij ook niet voorbereid. Puur natuur is het beste wat je kan zijn, denk ik. Dus. Jozef is ook tevreden. En baby Sam moest eerst even wennen aan het publiek. Ze heeft dus een beetje veel prikkels, al die mensen om zich heen. Dus, maar dat komt wel goed. Wat heb je net gezien? Maria en Jozef en het babytje. Hoe vond je dat? Heel leuk en het babytje was heel schattig. En de kerstengelen genieten ook. Ik ben neergedaald uit de hemel om hier kindjes blij te maken. Ja. Wat maak je ze blij mee? Met koekjes en flyertjes en een leuke foto. Jozef, Maria, Jezus, de engelen. En wie missen we dan nog? Juist, de kerstman. Het is hier prachtig. We hebben zoveel geluk dat het vandaag een mooie, droge dag is. En de mensen die komen hier altijd met heel veel plezier. Dus dat is echt heel leuk dat er zoveel mensen belangstelling hebben voor de kinderboerderij. Dit soort dingen, dat zijn echt de kersen op de taart, zal ik maar zeggen. Of de krent in de pap.